Trainer Henk de Jong, aan de wil lag het denk ik zeker niet vandaag. Maar ja, twee cruciale momenten. Doe je dan de das om vandaag? Ja, ik vind de eerste goal geven we weg. Staan we te slapen, hè? Lopen we niet op het juiste moment mee. En dan loop je erachteraan. De eerste helft is niet top, maar was nog niet... daar kan je wel wat mee. Dan kan je de tweede helft moet je blijven kant wisselen, indribbelen. En dan kom je tot kansen weer. Alleen ja, die 2-0 is een nekslag. Hè? Dan speel je gewoon alles of niks. Lange ballen, drie man achterop. En dan zie je dat je eigenlijk helemaal niks meer creëert. Ja, dat is wel wat ik vaker zeg. Je moet eigenlijk gewoon je verstand gebruiken, rustig blijven. Dan creëer je meer dan ballen er maar in pompen. Nou doen zij het natuurlijk verdedigend goed. Wat kunnen wij zelf in het vervolg beter doen? Nee, we waren niet goed genoeg vandaag. Dus waar het dan ligt. Ik heb nooit een klacht over de boys, ook niet op trainingen. Maar het was vandaag niet goed genoeg, niet spritsig genoeg. En misschien ook door die eerste goal. Dat we ook, ik proefde in de rust ook wat dat het rustig was. En dat is eigenlijk niet wat bij ons hoort. Maar het is wel iets waar we weer... dit krijgen we iedere week. Dus hier moeten we goed mee omgaan. En misschien pakt dit later wel weer goed uit. Hè? We hadden gewoon de bal sneller rond moeten laten gaan. En meer waar de ruimte ook lag, dan moest de bal ook komen. En dat is misschien makkelijk gezegd, maar... Als de ruimte zo klein zijn zoals Go Ahead deed, dan is dat moeilijk. Maar als ze de bal dan hebben meteen alles weer wegschieten, dan kan je weer opnieuw beginnen. En zij blijven in principe gewoon staan. Dus dat deden zij ook goed, hoor, moet ik zeggen. Maar daar moeten wij volgende keer beter mee omgaan en beter doorheen spelen. Wat is er na afloop gezegd in de kleedkamer? Nou ja, dat dit een wedstrijd is die waarschijnlijk vaker voor gaat komen qua manier van spelen van tegenstander. Dus daar moeten we goed naar kijken en dan kunnen we ook ons voordeel ermee doen, denk ik. En ik denk dan nog scherper zijn bij die dode spelmomenten en dat soort dingen? Ja, de 0-1 en ook de 0-2 was net naar rust. Dat is ook een momentje dat wij geen tegendoelpunt mag krijgen, dus ook dat moet beter. We moeten kijken wat we allemaal meegemaakt hebben de afgelopen maanden. Hè? En dan denkt iedereen maar dat wij zomaar weer even, dat hoor ik steeds. Ik zeg steeds al, even normaal, rustig, het is nog heel lang en er zijn zoveel clubs die kunnen bovenin eindigen. Gewoon normaal doen, het is niet zomaar weer klaar. Nou, dat is hier een voorbeeld van.